Dr. Alban, Dr. Alban, dat was er ook wel bij. Ik heb de koffie afgezet en al het drink is beton. Maar wacht, nou is je leefkens, is de deur wel op slot. Ik denk van wel. Ik heb een uur die dingen zegt, als wordt tegen de Jos geplaatst. En dan moet zitten kijken of er iemand is die laat. Een van de eerste platen was Sex Pistols, Iron Maiden en U2. Zo, so, dus ik denk, als je dan een onderscheid moet maken tussen pop of alternatief, was ik al meer met alternatievere muziek bezig dan de top 30 platen of zo. The Prodigy was ook een van mijn eerste cd's. Beastie Boys en House of Pain. Ja. Dus qua fout, ja. Dr. Alban, dat was er ook wel bij. Dus dat is ook niet echt om trots op te zijn. Maar ja, dat is toch wel van 1,92 denk ik. Ik heb mijn tandjes goed gepoetst, de ik wilde vooral de gitarist van Biohazard zijn. Dus ik had ook perfect dezelfde gitaar. Allee, een paar goedkopere exemplaren misschien dan. Maar ja, dat is wel. Je denkt van die stijl moet ik hebben. En ziet hij nu zo cool op dat podium staan met al die tattoos. En pas later, niet veel later zelfs, besef je dan. Ja, wat besef je dan? Ja, bijvoorbeeld in het geval van Biohazard dat hij. Dat die teksten eigenlijk niet veel voorstelden, bijvoorbeeld. Ik wil wel blijven spelen, ook in groepen, maar ja, zoals ik al zei, we zijn eigenlijk nooit voorbij de garage waarin we repeteerden geraakt. Dat weet ik veel waarom. Ik heb dan tegelijk met Fixkus nog wel een andere groep gehad die dan ook naar buiten begon te komen, maar dat is dan fout afgelopen. Dus ik ben altijd wel een beetje blijven spelen, maar eigenlijk vooral toch met akoestische in de zetel en niet verder dan dat. En ik denk ook wel dat daar een beetje Fixkus door ontstaan is, omdat de akoestische singer-songwriter-achtige zit er wel hard in. En als de rock'n'roll in de peak springt, het is ook wel duidelijk, denk ik, op de plaat dat er wel Chuck Johnson, G-Love zijn dingen die ik dikwijls opzit. Weezer ook, dat zit dan misschien in onze eerste single van de plaat, Rock'n'Roll. Dus dat zijn dingen die ik zelf heel veel opzet en ik vind het ook wel geweldig hoe die nummers maken, hoe die muziek maken, ieder op zijn manier. En dus ja, dat pakt je wel mee, denk ik. Alles begint wel bij goesting. Van, kijk, nu heb ik goesting om een meer hip-hop getint nummer te maken. Maar in mijn achterhoofd had ik wel het idee dat omdat we nog zoekende waren als beginnende groep, dat de kleinere, intiemere nummers niet altijd tot hun recht kwamen op een podium. En daar heb ik dus rekening mee gehouden in die zin dat ik dacht van moet ik wel zien dat er genoeg meer up-tempo dingen zijn die wel gemakkelijker overeind blijven op een podium. En dan zullen we in een volgende fase misschien wel terug iets meer de kleinere dingen opzoeken. Dus dat heeft wel meegespeeld, het idee van hoe gaan we dat live brengen.